William de Groot, je zat dat al te wijzen. Je hebt wat scherven gemaakt. Ja, klopt. Ja. Het is tegen zijn boopje aan, net door die wadi heen. Weet je, dan word je eigenlijk gestuurd door de sporen. En ik zag zo'n grote dikke tak aankomen. Ik dacht, stuurde me weg. Maar ja, lukte net niet. Dus raampje vervangen zometeen. Mijn vriendin kwijt. Dus ja, andere kant staat ze nog op. Dus doe maar één vriendin. Beter. Ja, nou ja, ze staat misschien ook wat tegenover. Want hoe ging de rest van de dag? Ja, ging best goed. Heel lekker gereden. Maar wel heel veel stof. We hebben een paar mensen ingehaald. Maar dan kreeg ik een klapband. Dus achterover de steen heen. Dat ik helemaal omhoog wipte. Maar verder is fijne dag gehad, lekker gereden. Dat is wel jammer natuurlijk, want voor de trucks, de laatste 25 kilometer zijn geneutraliseerd voor de trucks. Ja, weet je, ik heb in deze auto natuurlijk nog niet veel duinen gehad. En gisteren hebben we ongeveer 1,5 uur gegraven met onze jongens. We hebben toch zelf losgekomen, maar dat hoort ook bij de Dakar, weet je. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En, het maakt me niet uit of ik daar achterin zit. Voor mij het belangrijkste dat we aankomen, dat is het allerbelangrijkste. Dus, Precies, dat is jullie doel en jullie verhaal. Dus dankjewel even en zometeen veilig naar de bivak terugrijden. Oké, dankjewel. Goedjes, hoi.